Yo mensen, Vaas hier en vandaag wat persoonlijker onderwerp, I guess. Mocht je het niet weten, ik ben een pittig verlegen persoon. Huh, maar je maakt toch YouTube-video's? Ja, precies, daarom dus ook dit onderwerp. Iedereen die net als mij last heeft van verlegenheid, weet hoe vreselijk het is. En mocht je er geen last van hebben, dan zal ik je meteen een paar punten geven waarom het nou wel zo kut is. Ik denk bijvoorbeeld over de lichtste dingen veel te ver na. En ik ben altijd bang dat mensen boos op mij worden of iets in die richting. Dat ik zeg maar een slechte beoordeling van iemand krijg. Ik durf vaak minder snel dingen te doen omdat ik denk dat het awkward gaat worden en een rode bakkers ga krijgen. Klinkt misschien raar, is het niet. Hier kom ik zo meteen dus ook nog eventjes op terug. Ik weet vaak dus ook mijn god niet wat ik moet zeggen tegen onbekende mensen. Ben jij een nieuw figuur en ik heb je nooit eerder ontmoet, ben ik weer bang verkeerd beoordeeld te worden door diegene. En weet dus ook mijn god niet wat ik moet zeggen om goed over te komen. Ik kan nog even een uurtje doorgaan, maar dit schet nou voor jou in ieder geval een basisidee, mocht je zelf niet verlegen zijn. In de mix met YouTube is het ook helemaal geen fijne combinatie. De reden dat ik ook amper een facecam doe buiten op festivals, en ook bijna nooit zo vloggen eigenlijk, is omdat zoals eerder uitgelegd het zo ongemakkelijk voelt dat ik op een duur niet eens meer uit mijn woorden kan komen. Het is al heel knap dat het nou lukt, en omdat ik geen camera bij me heb. Nou vraag je misschien af, wat wil je met deze video bereiken? Het is heel simpel, ik ben niet de enigste die hier last van heeft. En ik wil je dus gaan vertellen, mocht je hier wel last van hebben, hoe je alsnog video's kan maken op een goede manier, ondanks dat je verlegen bent. Mij lukt het, jou kan het dus ook lukken. Hierbij heb ik dus ook 4 tips voor mensen die verlegenheid hebben en dus ook nog steeds willen YouTuben. De eerste tip is oefen een paar keer. En dit klinkt misschien heel gek, maar voordat ik een video opneem, oefen ik altijd een paar keer wat ik wil gaan zeggen of bereid me voor op de camera, zodat ik me op mijn gemak voel tijdens het opnemen van een video. Op die manier kan je gewoon rustig jezelf zijn en is het ook echt veel leuker voor jezelf om te doen. De tweede tip is hou je stem krachtig. Vaak zie je YouTubers die net beginnen een beetje verlegen zijn en dan heel zachtjes gaan praten. Probeer het te voorkomen door vooral mijn eerste tip te gebruiken. Hef gewoon je stem op zoals normaal en gebruik ook verschillende tonen in je stem. Op die manier ben je leuker voor je kijker om naar te kijken en kom je ook wat zelfverzekerder over. En uiteindelijk werkt het ook wat positiever voor jezelf. De derde tip is, als je kanaal net begonnen bent en je bent bang voor reacties van familie en vrienden, doe het dan niet meteen aan vertellen van, yo, check mijn video's. Maar begin gewoon eens een keer met aan je beste vriend te vragen van, hey, kijk eens wat ik gemaakt heb en wat zou volgens jou nog beter kunnen. De laatste tip is, mocht je gaan vloggen, heb er gewoon even schijt aan. Voordat ik een festivlog maak, meld ik het altijd even bij mijn maten, zodat ze weten wat ik ga doen en dus ook geen rare reacties over ga krijgen. Of dat ze me raar aankijken, of weet ik veel wat, wat dus ook in mijn voordeel werkt. Omdat als verlegen persoon ik opnieuw bang ben dat iemand mij beoordeelt op een negatieve manier. Als je deze 4 tips aanhoudt, blijft het leuk om je kanaal te runnen en ook om video's te maken. Voor mij was deze video aan de persoonlijke kant, maar ik hoop in ieder geval wel iemand mee geholpen te hebben. Mocht je nog andere tips hebben of iets anders, vragen, weet ik het wat, gooi ze in de reacties en ik check je in de volgende video.